mistletoe. Lots of snow and ice everywhere we go. Draaien in Lien toen was ik 8 jaar. En toen, toen heb ik wat begangen met de luchtjes in. En toen heb ik een rendier van Sinterklaas gekregen. En toen heb ik nog al die luchtjes gekregen van mijn heid en mam op mijn vierde. En toen dat had ik gewoon een dak laten hangen. En toen dacht ik, binnen moet ik wat luchtjes komen. Dus toen had ik binnen al je hoesjes daar zetten. Ik begon er al wat jeder mee. Ik had weer nog naar Christ. Toen ben ik er al wat jeder mee begonnen. Ik vond het wel mooi. En zes dan al alle jonge lampjes weer aan? Ja, meestal wel. Ik ben er wel altijd mee bezig. Als we het eten ophalen en als ik jammer wat tijd heb. Dan ben je nog wel even dwaande. Ja, ik ben wel vaak bezig met een jelle oor kafza. En hoe bist u uiteindelijk aan al dit gewot kwam? Nou, een vrouw die overleden en die ging nog spul van mijn kleed zetten. En toen dacht ik, dat is wel leer van die vrouw en ik voel het gewoon mooi. Dus toen dacht ik, dan kan ik dat mooi wat uitstellen en zo. En hoe wist die vrouw dan dat ze dit mooi vindt? Nou, die zegt op Facebook, want mijn huid, die heet op Facebook zetten. En toen zegt die vrouw dat. En toen kwam een andere vrouw, een vriendin van haar, kwam je onder door en die bracht je al die spullen. En koerde stond die vrouw, hè? Nee, ik ken haar net, maar ik voel wel even wat ze wat hier van mij. Dat is wel bijzonder, ja. Ja. Ze gunde het die. Ja, ze joeg het samen mee. Ik vind het geluid soms wel mooi als de muziek bij zit. Nou, de liedje deed hij wat, maar de lachjes en zo. Nou, soms, mijn Sinterklaas, als dan weer wat letter Sinterklaas wordt, dan denk ik soms, ik wil het wel wat zetten, maar dan ben ik eerst gewoon een op mijn kamer nog zien. Want alles is nou een beetje dood. Want al die lachjes een beetje dood en dan zet ik beneden in de kamer deel. Nou is het wossa. Het is maar één keer in het je Christ. Ja, en als ik het oproem, vind ik het echt net heel leuk. Maar op les ben ik er ook wel bij om dat het een beetje veel is.